Hi. Hi, daar zijn we weer. En het is zondag. Het is de dag na de dag dat wij een filmpje hebben online hebben gezet. Een redelijk populair filmpje. Nou, precies. Een filmpje over de boksen van Monica Geuze. Dit. Waarin wij er eigenlijk, of ik vooral, maar ik was meer geschokt. Maar ik was vooral Werd ik pissig. Ja, werd een beetje pissig. Maar goed. Ik heb me dus niet snel afgezet, maar nu? Jij hebt het niet betaald. Net scheelt. Dat scheelt heel erg. Maar goed. Even een snelle recap. 2 maanden geleden heb ik dus een box besteld. Nou, de mensen die mij al heel lang kijken, die weten dat ik dat wel eens regelmatig doe. Ik heb een box besteld van Monica Geuze. Zij heeft haar naam eraan gehangen. En dat zou een luxe box zijn. En dan helemaal mooi. En zo had ik op €70 uitgegeven. Je dat weet het veel. Nu. Dus ja, niet ik nu hoef, weer ik schrikken. Nee, nee. Oh, oké. Okay. Nou, precies. Raar. Dus dat is raar. €70. Nou, ik heb gisteren samen met Mark de box geunboxed. En het was echt een teleurstelling van hier tot Tokio. Je kan het ook zien. Maar we hebben verder daar niet echt meer een mening over gegeven. Weet je, je denkt dan van, nou ja, oké. Okay, nou. Je hebt wel een mening, maar niet meer, we hebben er niet meer over Volgens gehad. Volgens mij was de mening duidelijk. Ja, maar we hebben er niet meer over gehad. Dus we dachten, we maken even een filmpje. Ja. Waarin we op basis dus gewoon van? Op basis eigenlijk van de reacties en de views. Want ik heb, Nou, dat is één deel. De andere deel is dat jij... Oh ja, ik had online. Online. Ja, oké, dus dat. Gevonden hoeveel de dingen kosten. En die waarom zij mensen, claimen. Die zij claimen het kost, hoeveel het kost. En hoe zit het op de €317 waarde. Ja, dus. En toen kwam Mark met zijn laptop. En Mark die gaat zeggen wat hij eraan zou geven. Wat hij voor bedrag eraan zou geven. Wat het echt waard is. Nee, wat jij vindt dat het echt waard is. Nee. Dat is een verschil, schat. Ik ben hier uitstekend goed in. Echt niet. Dus dubbel het antwoord. Uitstekend goed. Ik weet gewoon precies hoeveel dingen waard zijn. Nou, weet je, we hadden gisteren ook een discussie. Of waar het zouden mogen zijn. Ook goed. Nou goed. Ik ga het voorlezen. Discussie, ja. Oh ja, vertel het, want je had een heel goed punt. Ja, wat. Ja, Mark, die, waar ging het over? Wat was het ging erom dat ik bijvoorbeeld. Oh, een Gucci-tas. Nee, een bril. Nee, een Gucci-tas helemaal niet. 5000 euro waard. Ik vind een Gucci-tas, nou ja, dat is op zijn hoogst 500, omdat het goed in elkaar zit. Maar dat ben ik. Ik kan Precies. me voorstellen dat er mensen zijn die dat geld uitgeven aan een Gucci of aan een Rolex. Maar tegelijkertijd, dat is een Gucci en een Rolex. We hebben het hier over onbekende merken. Nee, maar voor jou. En dat was dus de discussie. Die bril, ik had even gegoogeld, die zonnebril. Die ligt hier nu waarvan niet. Ligt hier wel mee. Dat weet niet. Komono-bril. Het is geen Ray-Ban, het is een Komo. Dat kent niemand. Komono. Kimono. Maar misschien krijgen we nu reacties. Maar ja, dat merk, dat ken je toch. Nee, dat is hartstikke goed. In de real life kent niemand het. Ik ga even voorlezen, want dit is op de Boxing Club. Oh ja, nou, Matteo die komt eventjes demonstreren. Deze dus. Ik had gegoogeld en er stond dat je dit kon kopen voor €80. Hier staat een andere prijs. Maar gaan we even... Okay. Luister, ik ben 42 geworden. Ja, ik ben 42 geworden. En ik heb sinds een week gemerkt dat ik niet meer kleine lettertjes echt een beetje kan lezen. Dus ik heb... Dit zijn hele kleine lettertjes. Het ligt niet aan mij. Kunnen jullie het zien? Nee, want dat focust natuurlijk weer niet. Oh, kijk. Kleine lettertjes. Dus ik heb... Zit je nou... Serieus? Je hebt dit al lang gezien. Mark is 1 maand. Is 1 jaar jonger. Dus wacht maar nog een jaar, schat. Heel sexy. Vind je het sexy? Het past wel, maar ik vind het er leuk uitzien. Dankjewel, Mop. Nou. Oké, okay, dus het magazine, ik heb dat dus vanmiddag gelezen. Oké, magazine. Het magazine is. Is, ik vond het niet leuk, maar goed, dat is meer, ik denk dat het echt te maken komt omdat ik een beetje teleurgesteld was. Maar 7 euro. Oké. Okay. Nou, dat is een magazine, een glossy is vaak Sommige zo. Magazines kosten 15. Dus maar er komt gelijk de kimono. De kimono, de polyester. De polyester kimono. Ja, oh ja, waar de draden vanaf hingen. Ja, daar claimen ze dus. Dat heb ik jullie niet laten zien gisteren. Maar goed, dat zag ik dan weer later. Ik ben benieuwd. €70. You're right. €70 voor de kimono. Okay, we maken daar €20 van, want dat is wat het echt waard is. Een polyester kimono. Precies. Hè? En, het kan 20 echt. Euro is al... €20. Dan de notebook. Want daar staat Monica Geuze op. Oh, dat is dat schriftje. Ja, dat is, nou ja, dat is een hardcover. Hè? Hardcover. Ja, het papier is nog, is denk ik 60 grams. Het is echt een, het is, wat dat betreft, weet ik nog. Ik heb ernaar gekeken, want ik hou wel van notebooks. Het is niet heel goed. Het is niet een heel goed. Nou goed, maar kwaliteit. Ik vond het, weet je, ik bedoel, ik zou hem wel gebruiken. Maar ik zou er geen €20 aan uitgeven. Nee, zeker niet. Het is 50. 20, maar... Nee, maar een Moleskine is 15 en dat is echt een kwaliteit notebook. En ja, dit is, precies. En dit is geen Moleskine.
Moleskins zijn. Oké, maar dat hier, is. Kijk, jij bent weer van het maken. Ja, maar dat komt. Ik weet dat als je met een pen schrijft, moet het niet aan de andere kant doorbloeden. Oké, maar wat geef dat je dat? €5. €5. Oké, dit is gewoon. Dit is, nou, dan is de chocolade is €2,55. Nou, dat is prima, want €2,55. €2,55? Ja, nou, dat zo kost zo'n reep wel. Sure. Dan de. Oh ja, iemand die zei ook. De Momo sieraad. Dat is niet met haar zus, want dat is, ze noemt die mevrouw een zus, dat is Danique. Oh. Maar dat is niet haar zus. Daar werd ik eventjes op gecorrigeerd. Ah, vind ik, ik noem sommige mensen ook. Nou ja, maar daarom maar. Eigenlijk maar ik één. Dacht echt dat het haar zus was. Maar goed, het is een blijkbaar vriendin. €35. €35. Het is een zilver sieraad, maar het komt natuurlijk uit haar eigen zakje, weet je? Right, dus, oh ja, dus het is broekzak Vessa. €5. €5 voor een zilver kettingje? Ik weet het niet. 10. Laten we 10 zeggen. Oké, okay, dan. Kijk, het punt is namelijk, het komt uit een eigen fabriek. Dus ja, het is niet dat ze het ergens hoeven in te kopen. Het is van inkoop rechtstreeks in die doos. Ja, precies. En dan zeggen dat je dat cadeau doet. Ja, nee. Ik weet het ook niet. Nou goed, de haarspray is €5. Sure, maar goed, dat is, die is wel gesponsord. €5, gesponsord, hè? Ja, dat maar hebben het is ze nog steeds gehad. €5 waard. Ja, maar ik weet niet of het dat zo werkt. Want ik bedoel, zij heeft dat. Nou ja, goed. Ze heeft het zo gewoon gekregen. Ja, ze heeft ook €70 van ons. Ze zegt niet, hè? Ik heb er €300 voor betaald. Ze zegt, het is €300 waard. En in dit geval is die haarspray €5. Nou ja, goed. Ik vind het helemaal niks waard. Maar goed, dat terzijde. De Best Secret Gift Voucher. Listen to this. En hier word ik dus pissig van. Ik schrijf het even uit voor je. Secret ja, doe eens even. Voucher. Hartstikke leuk. €20. Maar je krijgt €20 korting als je €100 uitgeeft daar. Ah, wacht. €100 min 20 is 80. Dus die €80 haal ik uiteindelijk van het totaalbedrag af. Want dat precies. Moet ik uitgeven. Je moet iets uitgeven voordat je de korting krijgt. Maar, ik schrijf €20 op. Min 80 is dus min 60. We zitten nu op min 60? Nou ja, ik haal er dus min 60 euro. Nee, min 80. Want je moet €100 uitgeven en dan krijg je €20 korting. Oh, ja, ja, precies. Min 80. Maar dan heb ik ook nog gegoogeld naar die site. En je leest alleen maar slechte reviews. Dus er wordt een reclame gemaakt voor een crappy site. Ja, dat je denkt, ik weet het niet. Dat is echt een dumpster fire dit. Ja, dus ik dacht, ik ga kijken. Het gaat helemaal fout voor deze Monica. Ik ken haar niet. Ik vind het gewoon nou ja, zielig. Ik vind het, het is gewoon, het is, ik denk dat. Een beetje zielig. Nou ja, goed, ik weet het niet. Ik denk ook dat zij niet als enige de hand hier. Iemand heeft meegekeken en zegt, je moet dit doen. En ik denk dat misschien wel die persoon de meeste daar het meest aan de strijkstok blijft kleven. Nou ja, meerdere mensen. Oh, wacht even, mijn telefoon die gaat vandaan. Meerdere mensen. Maar wat ik zeg maar verwachtte was, en dat heb ik gisteren ook een beetje gezegd, is dat als je naar Monica kijkt, of je kijkt naar haar vlogs, of weet ik veel wat, dan komen er vaak dingen naar voren. Ook zelfs mensen in de reacties die zeiden, ja, ze had beter een blikje Red Bull erin kunnen doen. Nou, hou ik niet van die troep. Maar dan had ik in ieder geval gedacht. Van die troep? Nee, maar dan had ik in ieder geval gedacht van, oh ja, dat is Monica, want die drinkt alleen maar Red Bull. Oh ja, weet is je? Het zo? Maar goed, okay, het koekje was gratis. Was nul. €0. Hartstikke leuk. Nou, ik vind het niet gratis. Ik vind het 50 cent waard. Dus ik geef het nog 50. Ik geef het nu dus serieus, meer. Serieus, je geeft 50 ik cent aan zo'n koekje? Meer dan wat ze, dus hè? Koekje van eigen deeg. Nou, goed. Deze zonnebril is €49 waard. Nee. Maar jij vindt het dus helemaal niks. Nee. Jij hebt daar echt een mening over. Nee, letterlijk, luister. Hoeveel was het waard? €49. Maar als ik dat €49 uitgeef, krijg ik er bijvoorbeeld een hoesje bij. Precies, het kwam in zo'n plastic dingetje. Plastic, hè? Ja, dit is wat je bij de Ethos uit dat ding haalt en dat betaal je €15. Dus ik het was echt een beetje raar. €20. Jij zei gisteren van ze hebben dat allemaal van zo'n plank afgerukt. Maar met deze zonnebril denk ik dat dan echt. Weet je, dat was dan 3 seizoenen geleden of zo. Er zitten ook scherpe randjes aan. Het ja, is niet, Mark gaat toch niet zo mutsen nu? Nee, maar serieus. Voor €50 verwacht ik dat ze even de beur. Dat is dat ding dat er omheen zit. Hier bijvoorbeeld. Dat ze dat eraf halen. Maar dat is gewoon scherp. Oké. Okay. Nou, Benbits. 1,35. Nou, weet je, dat hebben ze ook gewoon gesponsord gekregen. Kauwgom, dat is Kauwgom. 1,35. Ja, dan is de Videoland gift voucher van 3 maanden. Gratis. Is, nee, open. Is €27. Ja, dag. Maar ja, jij zegt er ja dag voor. Het is reclame. Het is reclame, maar... er waren heel veel mensen, of nou ja, er waren redelijk veel mensen. Matteo die zit achter, die zit zo zeg maar een soort popcorn te eten naast. Dat is wat, nou, dit is gezellig zeg. Wat een entertainment. Nee, maar serieus. Oh, het is heel erg leuk om meneer, we zijn hier bezig met een show. We zijn hier even heel serieus. Dat weet ik meneer en ik heb commentaar.
Ik vind het heel erg leuk om te kijken hoe papa boos wordt. Nou oké, okay, ja, we zijn boos. We zijn nog steeds boos. Maar goed, er waren veel mensen die hadden gereageerd over die, waar ben ik mee bezig? Met de Videoland voucher. Ja, dat je het of gelijk kon opzeggen en dan mocht je 3 maanden kijken of 1 dag voordat de 3 maanden afliepen. Dus misschien maar, dat ik daar nog gebruik van kan maken ook. Moet je altijd... Doe eens even rustig. Je moet je altijd afvragen of je dit zou gebruiken als je het niet kreeg. Want als je het zou gaan sowieso gaan, zou gaan doen, Videoland, ja, dan is het maar waard. Ik heb gisteren gezegd. Maar nu, en dat geldt denk ik voor de meeste mensen, die hoeven geen Videoland. Dus die nemen dit om te gaan kijken. En komen dan in de aanleiding om vervolgens wat langer te blijven. Verleiding. Verleiding. En dat is het reclamedeel. Dat is het spelen met uitnodigen en proberen te verleiden. En dat maakt het dat ik vind dat dit reclamerommel is. Dat niks waard is. Want het levert uiteindelijk voor hun meer op. Ja, nou ja, goed, dat dan is het erin stoppen. Dus dit is ook gesponsord. En ik vind dat. Ik hang er geen geld. Ik hang 20 geen euro. Geld. Dan kan je net zo goed die 27 euro. 27 euro, wat ben je lief. Ja, maar als jij 20 doet, dan of de helft euro. Of 1 maand. Nee, maar doe niet anders. Oké, okay, nou dan krijgen we de Sasha Juan shampoo. Is 6 euro, dat kleine flesje. Maar goed, oké, okay, I get it. Okay. Hoeveel 6? 6 euro. Ja. En dan hebben we de Starbucks reusable cup plus voucher. Ja, wacht. Oh, allebei. Die plastic beker. Oké, plastic beker is... 5, 6 euro, maar Starbucks kennen, dan zullen ze wel 10 euro vragen. Zo. 15 euro. Voor alleen de cup? Ja, plus voucher. Maar ja, ik weet het niet. 10 ik euro vind dat zo voor allebei bij elkaar. Ik vind dat jij nog best aardig bent. Want... Ja, ik ben ook heel aardig. Nou, ik vind het. En dan heb ik hier iets, maar dat heb ik helemaal niet gezien. Dus het kan of dat ik het zeg maar heel agressief in de doos heb gegooid. Ik kan het niet lezen. Ik ben blij dat jij een... Kan jij het ook niet lezen? Oh. Niet vanaf deze afstand. Oké, designer... Oké, Sasha Starbucks. Beneden, de onderste. Sasha Designer Vintage Voucher. 2 maanden early access. Ik weet niet eens wat dat is. 70. Nee, maar goed, ik heb dat helemaal niet gezien. Het zijn random Engelse woorden. Designer Vintage Voucher. Geef nou eens even early access. Maar goed, daar staat dus 60 euro voor. Voor wat? Nou, ik weet het niet. Wat? Early access? To 60 euro. Ga eens even naar de site. Designer nee, jongens, vintage jullie krijgen voucher. Early access op de Sasha voucher. Ik weet niet wat het is. Designer. Ik heb nog geen voucher gezien. Jij hebt daarna met jij zegt met Sasha, er staat helemaal geen Sasha. Je hebt ook een bril nodig. Dan. Ik zei helemaal geen Sasha. Je ik zei designer ja, vintage zien. Voucher. 2 en early access. Nou, designer vintage vouchers, doe eens even. Maar goed. Hoe? We vonden designer vintage. Matteo, je pakt het nu weer en dan kan ik het weer niet zien. Ik weet je, ik ben oud. Ja, ik vergeet het. Zeg, papa, dat is Sasha. Je bent geen onderdeel van dit filmpje. Jawel, nu wel. Ja, eventjes wel. Nou goed. Designer vintage fouten. Designer vintage. Gaat lekker. Natuurlijk. Ja, dat is Engels. Hè. Dat is misschien moet je ook iets hebben voor de mond, niet alleen voor je ogen. Nou, ik doe hem weer af. Want ik heb mijn dingetje gelezen. Maar goed. Ik zie helemaal niks. Ik zie 45 classy examples of vintage coupon designs. Misschien moet je die design voucher dan afhalen. En dan gewoon site of zo. Designer doen. Vintage. Nou, weet je. Het feit dat het ons niet... Oh, hier. Doe eens die. Dat het ons niet eens is opgevallen. Betekent dus ook dat het niet 70 euro is. Oh, maar er staat ook iets met Monica Geuze. Oh, het is chic. Het is chic. Het ziet er ook uit als een... Oh, nou, kijk maar, die wil ik wel. God. Oh, wat verschrikkelijk. 16. Die wil ik wel. 1500 euro. Dus dat is gewoon online aan de shop. Tassen van 3650 euro. Maar dit is van Chanel, Mark. Nee. Die wil ik wel. Die wil ik al heel graag. Zag je eens het bedrag? Ja, dat ligt aan jou. Chanel. Maar goed. Wat Yves Saint Laurent, 1250. Nou, dat is goedkoper. Die mag je. Nee, ik wil die. Die wil ik. Of die. Maar goed, daar gaat het even niet om. Schat, okay, je berekening, want daar gaat het om. Nogmaals, als zij zegt dat het een of andere fout... Is dat in te ruilen voor... Is dat als korting weer? Is nou, dat weer ik denk dat je access krijgt. Je zegt 2 maanden early access tot iets. Matteo, pak eens even die box. We zetten... Hé, hou nou eens om met 60 vloeken. Euro neer, want ze zegt het. Ja, ze zegt het. We hoeven niet overal slakken op zout te leggen. Nou, ik vind... ik ga even ja, want deze hele video is niet zout op slag te zetten. Hé! Hey, die ze bij de hand, ja? Sorry, ik ben een puber. Dat komt gewoon met het pakket. Hier, 1 jaar gratis dat komt met de box. Ah.
even shush. Dit is niet 1 jaar, ze had het over 2 maanden. Dus dit is weer iets anders. Nee, hier, dat is het wel. Designer Vintage, Monica Geuze. Dat is 1 jaar gratis en Early Access. Door de Early Access te activeren maak je automatisch kans op een designer item. Oh, maar ik snap er helemaal niks van. Stel je voor, je krijgt kans op een designer item. Dus je betaalt €60 voor een kans. In de eerste 2 maanden alleen, hè? Voor een designer item. Ik neig naar niks waard. Ik snap hier helemaal niks van. Wat krijg ik nou? Ik mag inloggen. Ik heb geen idee. €30. Nee, niks 30, nul. Sum van al deze dingen bij elkaar. Wacht even. Dus we hebben, wat was het? 317? Ja, €317.78. €78. Dan doen we de sum van dat bedrag minus wat ik heb totaal. Ja, wat minder is dan ik heb betaald. Wij hebben een verschil van €253. Namelijk, wij vinden dat dit niet meer waard is dan €64.50. En jij hebt €70 betaald. Dus. Maar, dan vind ik dat jij met die vouchers, dat vind ik gewoon onzin. Heel lief ben. Daar ben jij nog heel lief mee. Ja, want als ik die voucher waar we het zojuist uitvoerig over hebben op nul zet. En die voucher van de, nou, die Videoland, dat kan ik, dat snap ik dan. Dan is het €34 waard. Ja. En je hebt €70 betaald. Ja, dat is gewoon de helft. Ja. Dus dat is money in the pocket, hè? Nogmaals, ik kan alleen maar hopen. Ja, ik hoop dat zij zo naïef was. Ja, dat ze zei van nou, anders dat heeft ingevuld. En die zegt, moet je kijken wat er mooie spullen en oh, kansen en blablabla. Precies. En dat zei hij, oh, dat is inderdaad. Ik vind het een leuke meid, maar het is gewoon heel erg jammer dat dit nu, zeg maar, dat haar naam hier aan hangt. Ja. En ik hoop niet dat zij de items heeft uitgekozen. Ik hoop dat ze snel afstand neemt voor zoiets. Ja, ik weet niet of dat kan. Ik heb een klacht ingediend. Dat wil ik wel even zeggen. Er zijn meerdere mensen die zeiden van, ah, we moeten het weer terugsturen. Maar ja, we hadden de helft natuurlijk weer opgegeten en gedaan en weet ik veel wat, weet je, sure. Want dat doen we in een unboxing, nee, maar proberen we veel dingen. Dat vond ik ook een belangrijk ding om te melden. Ik vind, het is een verrassingsbox. Juist, als jij van tevoren ziet, ik koop een doos waarvan ik niet weet wat erin zit en ik gok maar wat, dan heb je dus duidelijk disposable income, hè? Dan heb je duidelijk wat meer slappe was dan. Nou, maar dat is niet helemaal, er zijn natuurlijk ook heel veel meisjes. Luister, je koopt een dichte doos. Je weet gewoon niet wat erin zit. Soms word je genaaid. En het hoort een beetje bij het spel. Nee, want er wordt geclaimd. Kijk, als je alles bij hun. Ja, maar als je kunt alles. Ja, maar dat is reclame. En iedereen weet, reclame moet je niet geloven. Maar weet je wat het is? Ik ben 42. Cut through the bullshit. Het is een dichte doos dat ik koop. Dus kan twee kanten op. Ik snap het. En ik ben het daar natuurlijk ook deels mee eens. Maar ik ben 42. En Monica, ik ben dan raar dat ik haar volg blijkbaar, zo'n jonge meid. Maar haar volgers zijn over het algemeen jonge deernes. Ja. En die jonge deernes. En die krijgen een uitstekende levensles hiermee. Nou, maar wel heel veel geld. Kijk, €70 voor mij is, is €70 is veel geld, maar ik kom er overheen. Het is ook niet voor niets dat de reclamecodecommissie heel erg hard aan het kijken is of ze dit soort dingen kunnen gaan beïnvloeden, hè? Ook op YouTube. Want al die influencers doen het en er zijn eigenlijk geen regels. Ja. En maar goed, dat is weer een andere discussie. Dat is een hele andere discussie, maar dit is wat eruit naar voren komt. Dit is wel wat er gebeurt. Ik bedoel, zo'n meid die zegt kleine meisjes van, die dan. Kleine meisjes, wat zijn we moeilijk aan het. Oh, meiden tussen de 13 en de 18. En de 25, weet ik veel. 25 die dan uitgeven, die komen erachter van, nou, dit doe ik niet. Nog een keer. Nee, maar het is het liever is wel met €70 dan met €7000. Ja, precies. Maar goed, dit is wat het bedrag, €34.40 is het bedrag dat wij er zeg maar aan hebben gegeven. Jij en hij 64. Ik zeg €30 voor die voucher, ik zeg €64. Die voucher slaan nergens op. Maar goed. Maar ik ben een lief mens. Oh, is dat het? Ja. Oké, nou goed. Ik doe zelfs helemaal voor jou. Even een shirt aan. Ja, want ik zei van, ik ben helemaal niet opgemaakt. Ik heb gewoon mijn huisbroek aan, maar je zei opeens, je moet nu een filmpje opnemen. Ja, we gaan even reageren. Nou, dus dan ging even reageren. Maar goed, nogmaals. Ja, kat in de zak. Ja. Heel hard. Weet je wat ik wel vind? Wat was dat? Fuck is dat? Schrik me dood. Er moet iets geslacht. Maar zullen we deze berekening op jouw Instagram gaan zetten? Ja, gaan we doen. Ja, een parody. Doen we? Ja, doen we. Gaan we doen. Op mijn Instagram. Marloes77. Marloes. Met OU. Marloes O. Marloes met OU 77. Mijn hemel. Nou goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En smile for pretty. Smile for pretty. Doeg.
Kijk, we kunnen gewoon dit zo. Ik weet niet wat je doet. Het focust niet. En het gebeurt, er gebeurt helemaal niks. We zien een heel erg oplichtend scherm. Echt heel erg leuk. Nou, oh, daar ben ik. Oh. Look at it. Look it. Look it. Okay. Ah. Dus dat is het account.